Zoals de directeur van het Centraal Planbureau Koen Teulings zelf zegt, is het Centraal Planbureau slecht in voorspellen. Kijken we bijvoorbeeld naar 2008. Voor de val van Lehman Brothers voorspelde het Centraal Planbureau een groei van 3%, een werkloosheid van 4% en een klein begrotingsoverschot. Na de val van Lehman Brothers werd het een krimp van 4%, een werkloosheid van 8%. En een flink begrotingstekort. Nu is dat natuurlijk een uitzonderlijke situatie, maar in het algemeen is het zo dat het Centraal Planbureau er 1,4 procent gemiddeld naast zit bij de voorspellingen van de groei een jaar vooruit. Het kwalijke van het zo serieus nemen van de voorspellingen van het Centraal Planbureau is dat het uitnodigt tot symptoombestrijding en tot kruidenieren. Want uiteindelijk moeten de oorzaken van de crisis worden aangepakt, anders kun je de borst nat maken en komt er weer een crisis over ons heen waarbij de overheidsbegroting uit het lood slaat. Ook is het zo dat de overheidsbegroting een middel moet zijn en geen doel. En uh, dat wordt vergeten door zo sterk de nadruk op die cijfers te leggen. En je zou met een visie naar de toekomst toe moeten gaan uh, bezuinigen en niet kijken waar kan ik hier nog een uh, pondje eraf en daar uh, een kilootje eraf, zodat we weer uh, in de veilige marge komen. Ik denk wat het uh, kabinet nu zou moeten doen is zorgen dat op langer termijn onze overheidsfinanciën gezond zijn. Dat wil niet zeggen dat je de problemen vooruit moet schuiven, maar dat wil zeggen dat je nu vooral beslissingen moet nemen om te gaan hervormen. Hervormen van de woningmarkt, hervorming op het terrein van de zorg, op het terrein van de arbeidsmarkt, op het terrein van de pensioenen. Wat je daarmee doet, daarmee neem je nu de politieke pijn en pas als de economie het weer kan hebben, neem je de economische pijn. Want anders loop je het risico dat je met een orgie van bezuinigingen, zoals Martin Wolf van de Financial Times het zo mooi uitdrukt, de economie in een negatieve spiraal terecht laat komen. Het is wel heel opvallend dat Nederland het zo slecht doet als je kijkt naar omringende landen. Heb je daar een verklaring voor? Economie is emotie. En ik vind dat het kabinet uh, niet goed inspeelt op die emoties. Als je kijkt, dan uh, zie je dat vooral consumentenvertrouwen het slecht doen in Nederland. Dat producentenvertrouwen het slecht doet in Nederland. En het is vooral ook omdat we niet vertrouwen hebben dat het goed zal komen. We maken ons zorgen. Er is onduidelijkheid, beslissingen worden uitgesteld, de zwakste schouders krijgen de zwaarste lasten. Als er nou gewoon een geloofwaardig verhaal komt en duidelijkheid komt. Dit zijn grote dossiers die we aan gaan pakken. Hiermee kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Het zijn zware ingrepen, die moeten nou eenmaal genomen worden. Ik denk dat je dan al een stuk verder bent. Een heel ander thema of wat we hiermee samenhangt is misschien het generatieverschil. Dat heel veel problemen die er nu zijn iets te gemakkelijk naar de toekomst worden geschoven. En dat wordt een, een berg waar je niet meer omheen kunt. Ja, we maken ons nu zorgen over de economische crisis, maar er komen veel grotere uitdagingen op ons pad: uh, bevolkingscrisis, uh, uh, energiecrisis, voedselcrisis. En wat je wil doen, is de huidige crisis gebruiken als kans, zoals Raam Emanuel, de voormalige adviseur van Obama, zo mooi zegt: "Never waste a good crisis. Een crisis biedt kansen tot herbezinning en gebruik die vooral om hervormingen te uh, door te voeren zodat je sterker die toekomstige problemen te lijf kunt gaan.